Bijna alle drie kinderen. Was mijn vader dan? Nee, maar dan houdt ze toevallig. Ze dacht dat ik niet met zijn vader, want ik studeerde het. Dat is een mooi dag gevangen. Als een meid, hij studeert en al. En dan heette die twee jongens. De een is 21 en de ander is net 18. Ze moet vanuit de bril. Dat was een zo typisch dat die meiden die wel is. Ja, die jongens hebben ook een bij het uitkomen. Ja, dat vind ik best goed. Ja, dat kan wel schoon. Ja, van de week was ze jarig. Ik werd zijn moeder. Ze zei ze, ik werd zijn moeder, zit daar nu tegen daar in de zon. En die zat. Ja. Verhaal van zijn ze in groot. Ja, het duurde natuurlijk wel even al je indicaties en alles. Het leek wel dat het terminaal was. Dus kom op de Nederlands, ga ik niet spreken of niks. Oh, ja. Dat is zo uit. Daar is de zorg. Wij kennen veel meer zorg aan haar. Dat kennen ze daar maar niet. Ze hebben wel klinieken en dat soort dingen. Definitief zijn. Het is niet zo dat je over een half jaar, een jaar zegt nou, dat de opdracht aan moet waren. Dat is wel langer. Je kan ook meer op huisjes verkopen. Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Ik meen dat ze al veel langer. Dan krijg je eigenlijk als je dan een Hongarije hebt, dan heb je geen enkele Oostenrijk. Er zit er wat twee met een gekke bubbel in. Dus dat was toen Oostenrijk. En daar komen er alle twee gedaan. Maar dat is later, is dat het Hongarije geworden. Dus zo doen we het eigenlijk nog als Hongaars geworden. Toen hebben ze heel lang in Nederland gewoond. Tenminste, ik meen dat ze. Ik meen dat ze veel langer is gewoond. Ze is pas een jaar of vijf geleden weggegaan naar. Dat is hem toen met zijn broer is overleden. Die veranderd. Nee, door ziekte. Nou, ik weet niet of die is overleden. Ja, dan krijg ik dan van best wel wat vandaan. Dat lukt ze een beetje kwijt. En met zijn zus en maakte ze een miljoen. Toen zijn ze toch weer terug gegaan naar mijn moeder. Oh, is het makkelijk genoeg? Ja, ik ben ook veel langer. Ja. Want ze waren nog niet zo lang. Dus niet teruggaan om naar Nederland te gaan. Nee, ja. Ze zijn ook gewoon Nederlands. Want als ze dan gaan, dan zorgen ze eigenlijk om. En dus eigenlijk gewoon net alleen als Nederlanders. Ja, dat is ook wel gevaar. Ja, ja, goed, ze zijn bestaan. Ja, maar ze spreekt hartstikke goed. Ja. Ik schrijf heel hard erin mijn tanden te zien. Bovenaan, toch?
een kleine tijd geleden al. Dus nee, dat weet je vaak ook niet. Nee. Een verspeuring, hè? Dan hadden we inderdaad beter dat we weer verkeerd kunnen hebben met die wind. Als nu dat begint vanmorgen, dat windstille nevelige weer, dat is nog veel. Ik ga gewoon goed gedrukt op, lekker, maar het is steeds moeilijker. Hier. Normaal. Nu wil ik die Ja.